Goedemorgen allemaal. Ik ben Haaje Wind. Ik ben de CTO van de Rijksuniversiteit Groningen. Ik werk bij het Centrum voor Informatietechnologie. Groningen is de laatste tijd heel erg veel in het nieuws. En helaas is dat niet altijd positief, omdat het vaak over de aardbevingen gaat. En dat is voor de mensen die in dat gebied wonen heel vervelend. Met name als je huis schade heeft en je lang moet wachten tot het hersteld wordt. Maar het is voor dat gebied, hoe gek dat ook klinkt, ook een kans. Kijken of hij het doet. Hier zie je linksboven het kaartje van het gebied. En het gebied heeft dus veel problemen op dit moment, het is ook een krimpgebied. Maar er wordt ook gewerkt aan, om dat gebied economisch te versterken. En daar spelen netwerken dus een belangrijke rol in. Een van de dingen die op dit moment gestart is, dat met behulp van financiering vanuit de Economic Board Groningen, wordt het hele gebied, krijgt snel internet. Het is een gebied waar nog heel veel witte vlekken zijn, geen internet. Dat wordt nu allemaal, krijgt een enorme upgrade. Ik weet niet of jullie de serie Hollands Hoop wel eens kijken. Maar je ziet daar, het is een hartstikke leuke serie trouwens. Dus als je niet kijkt, zaterdagavond, echt heel gaaf. Het is een soort Breaking Bad verhaal over een boer die een handeltje begint. En je ziet de mensen in die serie, zie je dus de hele tijd, als ze moeten telefoneren, zie je met een telefoon rondlopen om dekking te zoeken. En er is zelfs één boer die heeft dus, als hij moet bellen, dan gaat hij naar een hoogwerker toe. En dan taakt hij zichzelf omhoog en heeft hij bereik, kan hij bellen, heeft hij gebeld, gaat hij weer naar beneden. Het zegt ook wel iets over de pragmatische kant van Groningers. Een ander project waar we ook mee bezig zijn, is het 5G-project. En SURF en de Rijksuniversiteit Groningen, de Hans Hogeschool en nog een aantal andere partners zijn daar de founding fathers van. En 5G heeft als doel om als eerste 5G field labs aan te leggen in dit gebied. 5G heeft nieuwe karakteristieken. Het is niet alleen heel veel sneller, maar het heeft ook een lagere latency. Dus je kunt er robots mee besturen. Het ondersteunt allerlei nieuwe devices, Internet of Things. Dus je kunt er allerlei gave toepassingen mee maken. En het idee is dat doordat die field labs het eerste daar beschikbaar zijn. En dat is dan niet de meeste 5G-projecten die heb je in grote steden. Maar we richten ons hier echt op 5G op het platteland, om het zo maar eens te zeggen. Dan kunnen dus de boeren daar kunnen voor het eerst met allerlei nieuwe technieken gebruik maken. Je kunt eerst de zorg op afstand toepassen. Dus het geeft Groningse bedrijven de kans om met start-ups allerlei applicaties te ontwikkelen. En tegelijkertijd is het ook een impuls voor het gebied daar om de vernieuwing daar te stimuleren. En een erg leuk project, ook erg leuk om daar met SURF in samen te werken. Nou, Groningen komt ook gelukkig wel eens met andere dingen in het nieuws. Vorig jaar ongeveer rondom deze tijd wonnen wij de Nobelprijs. Ik zeg wel wij, hè. Dus, het was een erg mooi moment, want het gaf ontzettend veel energie in Groningen. Je voelde de hele universiteit, voelde je die energie van Ben Veringa. Je ziet hem hier op de foto. Hij staat hier naast zijn nanomotor. En daar zijn we toch erg trots op. En ik heb een tijdje zelf bij de Faculty of Science and Engineering gewerkt. En ik moest daar wel vaak bij hem op het matje komen, want dan werkte het ICT niet. En dat was natuurlijk niet onze schuld, maar dat was eigenlijk omdat hij gewoon nooit zijn computers verving. Hij werkte altijd met de alleroudste apparatuur. Hij zou nu nog liefst op MS-DOS werken, want hij investeerde al zijn geld in zijn laboratorium. En dan kwam ik daar en dan werkte zijn mail niet. Maar Ben, jouw computer is heel oud. Je los het maar op. De computer is hartstikke goed. Mijn geld gaat in het laboratorium en zorg maar dat het werkt. Dat is wel lachen. Nou, Groningen is een brede universiteit. We hebben 11 faculteiten. Je kunt in Groningen Master of Science worden, maar ook als ingenieur afstuderen. En we zijn ook een ambitieuze universiteit. Ik denk in Nederland zijn alle universiteiten staan ongeveer in de top 100. Ik denk dat we er erg trots op kunnen zijn. En ook internationaal doen onze universiteiten het heel erg goed. In Groningen waren dit jaar onder de eerstejaars ongeveer 30% kwam uit het buitenland. Je ziet dus dat onderzoek en onderwijs aan het internationaliseren is. Het Centrum voor Informatietechnologie, waar ik dan de CTO van ben, speelt een belangrijke rol daarin. Omdat wij de afgelopen jaren
zie je dat het hele onderwijs en onderzoek aan het digitaliseren is, net zoals bij veel andere sectoren. Dit is even een korte introductie van het, met wat facts en fictjes van het CIT. Wij zijn eigenlijk 50 jaar geleden zijn wij ontstaan, toen de eerste computer de universiteit binnengereden werd. Nou, als je kijkt wat er nu allemaal staat, dan is het een ongelofelijke revolutie geweest natuurlijk. We zijn met name actief op onderwijs en onderzoek. Op het gebied van bedrijfsvoering volgen wij meer de markt. En wat ons ook wat anders maakt dan anderen is dat we nog echt veel rekenwerk doen. Dat doen we voor onderzoeksgroepen binnen de universiteit, maar dat doen we ook voor de UMCG. En ook voor bijvoorbeeld Astron en voor andere instellingen in Noord-Nederland. En we hebben ook wel ambitie om dat voor meer in het federated cloud van Surf ook te gaan toepassen. Nou, het netwerk speelt daar natuurlijk een hele belangrijke rol in. Ik heb hier even een plaatje van ons rugnetwerk, om me even een indruk te geven. De Universiteit Groningen heeft meer dan 100 locaties in de stad Groningen zelf. Het is dus een vrij groot netwerk, er zijn 16.000 vaste netwerkaansluitingen. We hebben iets van 1500 wifi access points. En in onze dienstverlening spelen onze datacenters nog steeds een belangrijke rol. We hebben nu op vier verschillende locaties hebben wij datacentra. Dat is niet omdat wij zoveel vloeroppervlakte nodig hebben, maar dat is met name omdat de afgelopen jaren onze faciliteiten voor research gegroeid zijn. En dat we met name in de koelcapaciteit gewoon niet meer in onze eigen datacenters voldoende capaciteit hadden. Nou, de komende tijd gaan wij, zijn twee van die datacenters, eentje daarvan is End of Life en eentje hebben wij, huren wij ruimte bij Duo in Groningen. Nou, die twee worden dus uitgefaseerd en we zijn bezig met een voorbereiding van een aanbesteding van een HPC datacenter waar we met name onze HPC faciliteiten willen faciliteren. We hebben de markt verkend en wij kwamen tot de ontdekking dat veel commerciële datacenters toch niet echt goed geëquipeerd zijn voor high performance computing. We hebben ook toen een afweging gemaakt van gaan we het zelf bouwen of niet. Nou, we laten het in beheer bouwen, dus we besteden het wel aan en we laten het ook onderhouden. We willen het ook dus het beheer daarvan gaan aanbesteden. En we doen het samen met het UMCG die ook graag die faciliteiten wil gebruiken. Nou, de trends in het netwerkgebied die ik zie is met name dat wij ons netwerk voortdurend aan het aanpassen zijn aan de dienstverlening die daarop draait. Ik zal daar een paar voorbeelden van geven. Een voorbeeld is dat we hebben een grote ESX-cluster waar heel veel VM's op draaien. Een paar duizend VM's. Daar draait onder andere onze virtuele werkplek draait daar op, die door veel onderzoekers wordt gebruikt. We hebben ook veel virtual research environments, dus voor ons een hele belangrijke omgeving. En op een gegeven moment zagen we dat de performance daarvan werd steeds minder. En dat had met name met de snelheid van de storage toegang te maken. Dus we hebben speciaal voor storage hebben we een apart netwerk over onze datacenters heen gelegd. Om daar weer die capaciteit en die performance te kunnen halen. Een andere ontwikkeling die je ziet is dat veiligheid nog steeds belangrijker wordt. Hè. Netwerken kennen geen grenzen. Dat merken wij ook steeds meer. We worden dus voortdurend worden wij gescand van buiten. En dat betekent dat wij ons netwerk steeds meer aan het beveiligen zijn. We hadden twee firewalls aan de poort. Maar we hebben nu twee extra firewalls aangeschaft. Want we willen ook graag het interne netwerk steeds meer gaan soneren. We gaan steeds het netwerk steeds meer in delen opsplitsen. We gaan het verkeer tussen die delen steeds meer definiëren. Wat mag wel en wat mag niet. En op die manier gaan we de security van ons netwerk verbeteren. Wat we ook doen is dat we tegelijk met het beveiligen van het netwerk ook het netwerk monitoren om te kijken of er verdacht verkeer is. En we doen ook steeds meer aan logging. Want je zult zien dat je toch altijd toch wel, hoe goed je het ook weer probeert te doen, gehackt wordt. En dan is het belangrijk dat je dat snel ontdekt en dat je ook snel kan ingrijpen. En we hebben gemerkt dat bijvoorbeeld ons draadloze netwerk, dat hebben we nu helemaal van buiten afgeschermd, dat het heeft ongelooflijk veel netwerkverkeer gescheeld. Dat heel veel, meer dan de helft van het verkeer wat van buiten naar binnen kwam, is gewoon eigenlijk gewoon verkeer wat helemaal niet in ons netwerk thuis hoorde. Dus door dat af te schermen zijn we daar een stuk veiliger geworden. Nou, netwerken kennen geen grenzen. Dat hebben wij ook gemerkt in de ambities van onze universiteit. Er is net een campus in Friesland geopend. Je ziet hier het beursgebouw wat we net gekocht hebben.
Nou, er moest dus ons eigen netwerk, rugnet, moest ook uitgebreid worden naar Friesland. Nou, dat ging vrij makkelijk. We konden via Surfnet en we hebben via Surf en ook bij een aantal andere providers hebben we offertes aangevraagd. Uiteindelijk bleek Surf de goedkoopste, dus dat is altijd erg mooi. En we gaan dus via gewoon nu ook een Surfnet-koppeling naar de campus in Friesland realiseren. Nou, een andere ambitie van onze universiteit is dat wij ook inderdaad een branch campus in Yantai willen stichten. Je moet het zo zien, ons doel is daarbij om onze internationale profilering te versterken en ook onze onderzoekscapaciteit te versterken. De campus in Yantai, je ziet hier een paar plaatjes ervan. De campus wordt op dit moment al gebouwd. De provincie Yantai en de stad Yantai en ook de Agricultural University die daar al zijn, die investeren hierin. En er worden dus gebouwen aangelegd, het netwerk wordt geüpdate. Er komt ook een HPC datacenter daar. We willen dus niet behalve onderwijs, willen we ook daar onderzoeks gaan doen. We willen dus ook onze onderzoekscapaciteit versterken, omdat we ook verwachten dat er in de komende tijd heel erg veel onderzoek samen met China gedaan wordt. Er zijn nu al erg veel onderzoeksprojecten en onderzoekers die met Chinese partners samenwerken. We denken dat alleen maar gaat groeien en door daar ook aanwezig te zijn, denken wij dat wij concurrentievoordeel hebben ten opzichte van andere universiteiten. Nou, het netwerk naar Yantai was iets minder makkelijk gerealiseerd. We hebben daar ook weer de hulp van Surf ingeroepen. Alexander van den Hil heeft ons daar onder andere bij geholpen. En, we hebben eerst gekeken naar allerlei netwerken die al liggen. Bijvoorbeeld sterrenkundigen, astronomen, die zitten ook al in China. Die hebben ook al netwerken daarheen liggen, maar die bleken niet in de buurt van Yantai te liggen. Dus we hebben wat verder gezocht en uiteindelijk hebben we dus via China Telecom laten we een netwerk aanleggen. En hier zie je de route daarvan. Je ziet, het gaat nogal door wat landen. Door Rusland helemaal heen, het komt via Mongolië komt het China binnen. En je ziet dat het dan via Beijing dat het naar Yantai gaat. Yantai ligt dus aan de kust. Het is een vrij mooi gebied. Wij hebben omdat wij heel erg zeker wilden zijn dat die verbinding daadwerkelijk werkt, we hebben die verbinding ook getest. En als het goed is, komt er nu een filmpje. Eens even kijken. De Rijksuniversiteit Groningen richt een universiteit op in de Chinese stad Yantai. Deze universiteit biedt Groningse onderwijsprogramma's aan en de medewerkers doen wetenschappelijk onderzoek. Onderwijs en onderzoek moeten, net als in Groningen, in vrijheid plaatsvinden. Dat noemen we academische vrijheid. Een essentieel onderdeel hiervan is dat vrije toegang tot informatie en internet gegarandeerd is. Een ongefilterde internetverbinding maakt dit mogelijk. De RUG realiseert een rechtstreekse verbinding tussen Yantai en Groningen. Alle informatie die wij in Groningen in deze verbinding stoppen, komt er onveranderd in Yantai weer uit en andersom. Maar er is meer. Door deze verbinding kunnen we ook alle software die in Groningen draait rechtstreeks in Yantai aanbieden. Zo hoeven we niet eerst alles in Yantai te installeren. Dat bespaart veel tijd, zodat studenten en medewerkers direct aan de slag kunnen. We gebruiken bestaande verbindingen, waarover bijvoorbeeld ook het financiële verkeer tussen Azië en Europa gaat. Het voordeel daarvan is dat het voor alle partijen belangrijk is dat de verbinding snel en betrouwbaar werkt, omdat er anders geld verloren gaat. Bij veel andere oplossingen voor ongefilterd internet moeten gebruikers zelf software installeren. Onze oplossing stelt gebruikers direct in staat het internet te gebruiken. De verbinding is getest en werkt precies zoals de bedoeling is. Het internet komt ongefilterd binnen en alle software is te gebruiken. Op deze manier hebben we vrije toegang tot informatie geregeld die verder gaat dan de andere internationale universiteiten in China. Er zijn op dit moment dus al 10 andere branch campus in China. Wij worden de laatste, want de Chinese overheid heeft daar nu een maximum aangesteld. En het is voor ons dus heel erg belangrijk dat ons campus in Yantai, dat we die rechtstreeks aan kunnen sluiten op Rugnet. Want dat betekent namelijk dat wij en data heel makkelijk heen en weer kunnen sturen, maar dat wij dienstverlening vanuit de RUG direct aan kunnen bieden in Yantai. Je ziet hier plaatjes van in het datacenter in Yantai. De jongen die bij de laptop staat is een van onze medewerkers. Het was een Chinese student die in Groningen gestudeerd heeft en die hebben wij nu in dienst genomen. En wat hij gedaan heeft, hij heeft gewoon zijn laptop daar
aan die verbinding geprikt. Het was een 100 megabit verbinding om het te testen. En hij is testjes gaan doen. Een belangrijke test was dus de latency test. Nou, we kwamen op een latency van ongeveer 171 milliseconden. En dat betekent dus dat je applicaties net kunt gebruiken. Het zit een beetje op het randje. Maar bijvoorbeeld als je die virtuele werkplek wil gebruiken, dat is een op Citex gebaseerde werkplek, dan werkt die redelijk. We willen graag dat het nog iets sneller wordt, maar dit was in ieder geval acceptabel. Ik vond het erg grappig gewoon dat je ziet als je je laptopje in Yantai in een stekkertje stopt en dat je dan gewoon een rechtstreeks verbinding hebt met Groningen en dat je dan gewoon op het Groningse netwerk zit. Het was gewoon erg leuk om mee te maken. We hebben daar wat testjes gedaan. Dan zie je hier wat resultaten van. Ook om gewoon mensen te laten zien hoe het werkt. Je ziet links zie je de websites. Rechts zie je de testjes met allerlei websites. Nou, je ziet dus dat allerlei websites in China op het gewone netwerk van de Campus Yantai worden geblokkeerd. Als je een directe verbinding hebt of je zit op het rugnet, zijn die natuurlijk allemaal toegankelijk. En wat ook wel aardig is om te weten, als je bijvoorbeeld EduVPN gebruikt, dan zijn al die websites ook gewoon toegankelijk. Dus EduVPN is ook een hele mooie dienst wat dat betreft. Aan de linkerkant zie je wat functionele testen die we gedaan hebben. Die zijn dus met die virtuele werkplek gedaan. We hebben gewoon gekeken, we hebben virtuele werkplek gestart en hebben allerlei applicaties uitgetest. Nou, die werken allemaal redelijk. Alleen SPSS was te traag. Het heeft met schermafhandelingen en dergelijke te maken. Maar we denken dat we op dat terrein nog best wel wat kunnen verbeteren en dat het dan in ieder geval werkbaar is. En dat is voor ons is dat een groot voordeel, want als we daar straks starten, dan starten we maar met een paar opleidingen. Dus je wilt niet gelijk, je hebt dan niet gelijk een heel ICT-centrum met allerlei dienstverleningen. Dus op deze manier kunnen wij gewoon dienstverlening vanuit Groningen aanbieden aan onze studenten in Yantai en ook aan onze onderzoekers in Yantai. Die 100 MB-verbinding die we nu getest hebben, die zal uiteindelijk kan die geüpgraded worden. Je kunt het naar 1 gigabyte upgraden en ook naar 10 gigabyte per seconde. En dan kun je dus ook wel redelijke andere dienstverlening over zo'n verbinding laten gaan. Zo zie je maar dat het netwerk kent geen grenzen. Een ICT-dienstverlening ook niet. En ik denk dat ik hoop dat het zo blijft. Dank jullie wel. Thank you.